Wat we hier zien is de kamer van Van Gogh. Slaapkamers schilderen was ongewoon. Zo'n eenvoudige slaapkamer als dit was in het geheel niet. Je ziet dus een houten bed. Je ziet wat ogenschijnlijk lijkt op een houten vloer, maar het niet is. Het zijn tegels. En je ziet wat toiletspullen, zeep, een bekertje, waskom en een haarborstel voor je kleren en de schoenen. Keurig opgeruimde kamer, want voor hetzelfde geld, hij had hier geen toilet, dus er zal ook een pispot hebben gestaan, maar die zien we niet. Wij zien daar twee schilderijen hangen, alle twee portretten van Van Gogh. Rechts zien we een zouaaf, een soldaat dus, en links is een schilderijtje van meneer Bosch. En de meneer links moet de dichter voorstellen en de man rechts, dat weten we allemaal uit de brieven, moet de minnaar voorstellen. Soldaten, die hebben mannelijke potentie, dus dat zijn goede minnaars. En wat je ook ziet is dat het eigenlijk voor Van Gogh's doen in termen van penseelstreek een heel rustig schilderij is. Dat zijn met name vlakken die hij heeft geschilderd. Hij heeft het schilderij grotendeels beschreven in zijn brieven. Uit die brieven weten we dat waar we nu blauw zien, dat lila was. Echt een hele andere kleur. En ik kan dat tonen aan de hand van een reproductie. Dit is zoals het schilderij er, althans bij benadering, heeft uitgezien. Een totaal ander soort schilderij. En je ziet het grote verschil al met name op de voorgrond wat kleurrijker is geweest. En je ziet het op de achtergrond wat lila-achtige kleuren heeft gekregen. Er is helaas iets onfortuinlijks gebeurd. Namelijk de lila kleur die bestond uit een mengkleur, namelijk blauw met rood. Het rood wat hij gebruikt heeft was een kraplak en dat het verkleurt. Dat valt dan weg en dan hou je dus blauw over. En dat is wat je hier ziet, terwijl het dus oorspronkelijk lila moet zijn geweest, of naar paarsige toe.